in our media. Training the miners and engagement. So there will always be equipment here to run these.
to discuss that further. So the actual objective is to jointly set up the depot site. And for now, zijn we zo ver dat we de pilot site in feite kunnen gaan zien hoe de operatie eruit gaat zien. We zijn erg blij dat Company Creep dan in staat is om deze demo site in feite een huisruimte te geven. We hebben vanaf het begin enorm veel ondersteuning gehad van Company Creep. Ja, daar ook al maar coincide, maar ik kan die coincide. Ik kan die karakter aan houden in de kassangoen, in de kalasma. De compagnie hier studie, dus maar zij wel ook hier studie. Ja, dat is dat. Ministerie voor Rang, zij loopt om milieu te horen, want eigenlijk heb je loopt om binnen een milieuproject. Natuurlijk een kaptein, lekva, en zelf dat ik ben. En dat is ook in contact. Het kan best dat we vragen dat de busjes voorin blijven. De een is voor u. Ja? De een is voor u. Is voor? Voor u. Maar misschien is het niet hoog genoeg. Ja, dus misschien vragen we dat die busjes voorin blijven en dan kunnen we mensen met die four-wheel drives, met die pick-ups, verder brengen. Nou, hoe zwaar het nu is zonder. Moet je nagaan. En onze sorry. Connection with people's livelihoods. Ja, kom. Is hier een creek? Ja, ze nou een creek in mijn orde. Voor een paar groepen. This is a creek. This is a trail of the creek. Ja, nou een creek in zich. Oké. Vanaf ja, zo. Wat ik kwam in te zoeken. Ik wil het op een materiaal. So, when it's a creek, whenever you reach the material, you reach the deposit that contains gold already. And that is what we piled up there. Yeah. Yeah, this creek is still good, long team. So this creek is progressing towards the Suriname River. Dit is onze configuratie. Het is een beetje een momentvolle opstelling. Dat is die H8 crusher die we gebruiken. Die crusher zorgt ervoor dat alles wat eruit komt, everything that comes out of the crusher, has a particular size. And that size is can be processed by the Icon concentrator. Because if the ports are too large, the processing of the material is inefficient. So it's a fairly large crusher. It's being run by a dump engine, a dump truck engine, and it processes about 30 tons per hour. So when you design the configuration, you have to keep in mind that you should be able to process the output of the one point. So if the H8 pushes maybe like let's say 50 tons per hour, for example, then the Icon should be able to process that. And what it produces in concentrate, the table has to be able to process that. This makes the processing more efficient and more precise. But that one refines it and it bypasses the step of the mercury. Because it's when they have to refine the material that they use a lot of mercury. And if you do it with the table, you don't need the mercury. So that would also be
claim of 900 items. The trained eye can already see the gold. They saw gold? Yeah. So these two are basically waste. There might be some material here, but the real gold goes into these three holes. Ano mix sala direct no enough to eat basic ramen. Yeah, because that's why when they say, oh, it's white gold. So there is no gold at all. It's but it's so the social services, but also educate the groups in alternative livelihoods. We are doing some projects here in Company 3. We will start the agriculture project soon, so you can use them as, you know, different sources of income. Mm-hmm. Yeah. Suriname Media.